Afgelopen vrijdag 9 december maakte oud-burgemeester Drijber in de burgerzaal van het stadhuis de prijswinnaars van de Burgemeester Drijberprijs 2011 bekend. De individuele prijs bestaat uit een uniek bronzen beeldje en €500. De groepsprijs bestaat uit een oorkonde en een bedrag van €2000. Vandaag heeft u de burgemeester Drijberprijs gewonnen. Had u dit verwacht? Nou, als ik heel eerlijk ben, ik wel. Want ja, ik zit nog wel eens ook in andere juries en zo. Ik heb bedacht wat hier gebeurt. Mensen die zich vrijwillig inzetten voor een ander, geheel belangeloos. Leuk als je in je eigen wijk iets doet, maar dan is het ook eigenlijk voor jezelf en je eigen wijkgenoten. Maar hier zie je iets gebeuren. Mensen die geen belang hebben voor zichzelf en zich daar inzetten, dag in dag uit, weer een winst. En het leuke is ook nog dat er soms oud-bezoekers die uit het circuit gekomen zijn, die komen terug bij ons als vrijwilliger. En dat is natuurlijk een prachtige uitdaging voor de bezoekers van kijk, er is toch een weg om eruit te komen en om gewoon in de maatschappij weer mee te draaien. Ik kom dus nu als het moment keuze. En de keuze gaat naar Henk Bak. Had u dit verwacht vandaag? Wel gehoopt. Maar echt verwacht niet. Toen ik de andere genomineerden zag en hoorde wat ze allemaal gedaan hebben, denk ik van, nou, dat wordt dan wel moeilijk voor mij. Maar ik heb hem. Wat doet Han Bakker? Ja, Han Bakker doet heel veel voor de basketbalsport, ook in zijn algemeenheid, maar zeker bij mijn eigen club. 40 jaar lid van de basketbalvereniging en alles gedaan. Van voorzitter, scheidsrechter, coach, team en ik ben nu de verenigingsmanager, met een mooi woord hoe heet. En ik probeer alles een beetje in de gaten te houden. Dat alles in goede banen is. Het vrijwilligersbeleid heb ik in mijn zogenaamde portefeuille. En daar zijn we ook nog heel druk mee bezig. Waarom heeft u eigenlijk voor basketbal gekozen in uw leven? Dat kwam een beetje door mijn oude gymleraar. Ik was 20 toen zat ik op de MTS. En die zei, joh, je kan wel een beetje basketbal. Kom dan naar de basketbalclub. Ik zei, nou, daar heb ik niet zoveel zin in. Ja, doe nou maar. Nou, dat is dus, heb ik toch maar gedaan. En ja, 40 jaar later zit ik er nog steeds.